We hebben een manier gevonden om op te komen. Jongens, vandaag ga ik een vlog doen waarin ik dingen achter de schermen ga laten zien. Zoals hoe ik mijn video edit, hoe ik mijn thumbnails maak. Hoe het allemaal werkt. En voordat we dat gaan doen, moet ik me eerst even aankleden. Want ik heb nog slippers aan en zo. Dus dat ga ik eerst even doen. Dus dan zie ik jullie zo weer terug als ik aangekleed ben. En toen was ik ineens lekker aangekleed. Ik heb even lekker een shirtje aangedaan. Okay. Wat ik als eerste even ga doen is even naar de winkel. Want dit is precies op de tijd van de giveaway. De giveaway zal nu ongeveer wel weer een maand of twee maand geleden zijn. Omdat ik echt heel ver voorloop met video's. Maar dat is een goed punt. Veel video's voor jullie. Maar ik moet nog even twee PlayStation kaartjes halen. Omdat ik... ik heb er nu... Hier heb ik een lijstje met iedereen die meedeed. En hier heb ik er alvast twee. Dus ik moet er nog twee halen, want ik moest in totaal 45 euro weggeven. Maar er zijn geen kaartjes van 5, dus ik geef uiteindelijk 55 euro weg. Dus 5 euro bonus vinden mensen vast niet erg. Dus dat ga ik even ophalen. Dus ik zie jullie wel als ik bij de winkel ben. 1 hour later. Lekker weer buiten. Natuurlijk moet je ook even naar buiten gaan. Dus jongens, die 24 uur lang gamen, ook even naar buiten. Ik ga jullie hierbij een tutorial geven van hoe je een paar simpele dingetjes kan leren in Premiere Pro. Oké, we zitten nu in Premiere Pro. Wat je als eerste gaat doen is hier linksboven ga je naar File, doe je Nieuw en doe je Project. Dan doe je de driver waar je hem op wilt slaan en geef hem een naam. Dat, anders kan je hem echt gewoon totaal niet terugvinden. Ik noem dit project Omegle. Want ik ga nu een Omegle video editen. Dan druk je op ok. En dan moet hij even alles inladen. Nou, dan kom je hier bij het programma. Wat je dan het beste kan doen is om je verkenner te openen. Die sleep je hierheen. Dan maak je de verkenner wat kleiner. Dan zet je hem ergens hier zo ongeveer hierboven zet je hem neer. Nou, dan moet je even naar het bestand gaan, naar de video. Dan als je het bestand hebt gevonden sleep je die naar hier toe. Import media to start. Dan komt hij daar te staan. Nou, wat je dan doet, dan sleep je hem naar dit toe. Drop media here to create a sequence. Nou, oké. Dan heb je hier gewoon... Hier staat de clip zelf. En hier staat de audio. Dat is in twee stukjes gedeeld. Om te knippen gebruik je de Razor tool. Dat is dit dingetje. Oftewel tool C. Die kan je met je keyboard ook aanklikken. Als je de Razor tool hebt, kan je gewoon knippen. In dit geval zal ik... Ik zal even een paar basisknipjes doen hier. Zie je een stiltevalletje... Nou, dat stiltevalletje halen we even uit. En dat kan je heel simpel doen door op de select tool te klikken. Dan selecteer je dat stiltevalstukje. En dan kan je het op deze manier doen. Linkermuisknop. En dan kan je hier clear doen. Maar wat je ook kan doen. Dan gaan we weer even een stil stukje doen. Stil stukje is weer hier. Wat je ook kan doen is dat je hem selecteert. En dat je hem gewoon met je backspace. Met hem ook gewoon weg kan halen. Dan selecteer je de clip en sleep je deze tegen de andere aan. Als je dat niet doet, krijg je zo'n zwart stukje. En dan krijg je dit. Hallo! En dan krijg je een beetje van, ja, dan moet je nog een beetje bijknippen. Want je kan hem hier aan de onderkant heb je een soort van sleepdingetje. Daarmee kan je door de hele clip heen slepen. Maar als je die naar elkaar toe trekt, dus als die minder wordt, dan komen we hele kleine stukjes. Dus dan kan je veel gedetailleerder knippen. Als je deze groter doet, dan krijg je uiteindelijk de hele clip te zien. Dan hebben jullie een paar basis-edits geleerd die ik eigenlijk wel vaak gebruik. Er zijn nog veel meer dingen die je kan doen. En ik moet zelf ook nog heel veel leren, want ik edit hier eigenlijk eerlijk gezegd nog maar 2 weekjes mee of zo. Dus ja, ik moet ook nog veel ervaring opdoen. Maar hier is een soort van mini-tutorial en ik hoop dat jullie hiervan wel wat hebben geleerd. Wauw! Probeer ook niet al te gestrest te raken als het niet lukt. Ik heb dat wel een beetje aan het begin gehad. Je moet echt de tijd nemen om het een beetje te leren. En dan snap je telkens beter hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt en hoe meer variatie je erin kan brengen. Ik hoop dat jullie een beetje wat hebben gehad aan deze simpele edit tips in Premiere Pro. Ik moet zelf nog ontzettend veel leren. Maar de basis die kunnen jullie nu hopelijk ook als ik het een beetje goed heb uitgelegd. Ik wil eigenlijk nog één dingetje vertellen en dat is... De allerbelangrijkste tip die ik jullie kan geven. En die belangrijke tip is heel erg simpel. Jongens, je moet er ook lol in hebben. Je moet het niet doen voor de subs, voor de fame of iets in die richting. Oké, het is wel leuk natuurlijk als je wat subs en als je wat kijkers erbij krijgt. Maar als jij het echt gewoon
doet omdat je het leuk vindt, dan gaat het jou niet om de dingen eromheen. Ik maak video's omdat ik zelf uiteindelijk op tv wil gaan werken. Achter de camera, voor de camera, op de radio, noem het maar op. Ik vind dat allemaal leuk en daarom wil ik mijzelf gewoon leren hoe ik kan editen, hoe ik kan filmen, hoe ik in de camera kan kijken zoals ik nu doe. Want aan het begin doe ik dat, dan deed ik dat niet en soms keek ik eerst hierheen in plaats van daarheen. Dat moet ik nog zelf ook nog een beetje oefenen. Dus jongens, mijn grootste tip is, heb er gewoon lol in. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Als je er geen lol in hebt, ja, is het gewoon simpelweg niet leuk. En je equipment maakt ook niet uit. Al heb je alleen een telefoon waarmee je kan vloggen. Ik gebruik nu ook mijn telefoon. Ik ga binnenkort een camera kopen. Maakt niet uit. Ik heb eerst geëdit op een tablet. Dus het kan allemaal. Het maakt niet uit. Het gaat er gewoon om dat jij de stappen wilt nemen van verbetering. En dat kost tijd. En ook om je kanaal te laten groeien. Het kost allemaal tijd. YouTube is gewoon heel tijdgebruikend. En als je er geen tijd voor hebt, jongens, school gaat altijd voor. Ik ga daarom ook nog zo even wiskunde leren. Daar gaan we. The next day. Goedemorgen iedereen. De vlog is nu een beetje veranderd in plaats van, het is 19:30 achter de schermen, maar ook komt er nog een vriend bij me langs. Dus ja. En toen was er ineens, boy, cool hier. En wij gaan even lekker ergens naartoe, dus dat wordt leuk. Oké, we zijn nu bij een locatie aangekomen. Dit is een soort van school of zo. En we hebben een manier gevonden om op te komen. Een container zetten we daar op en dan knippen we hier omhoog en dan kunnen we even lekker klimmen. Dus we gaan deze keer dit gebouw beklimmen. Als het een beetje soepel gaat, geen idee. Ik weet niet hoe sterk het is. Hi iedereen. Okay. Ik leg jullie even hier neer. Oké. Ja, we zijn er. Oké, ik ben er. Kom. We zijn er serieus ook al gewoon op. We zijn bijna bij de safe place. Nou, maar. Wat is er? Ja, wat maakt het nou uit? Ja, hij keek er. Oh ja, oké, maar. Nou, dit was het. We zijn erop. Nou, wat een avontuur was dit. Nice. Dit doet dan dus in de winkel. Hoi. Ja. Oké, jongens. Ik zie jullie zo weer terug. We gaan nu weer even naar huis. Iedereen, ik ga hier bij de video afsluiten. Dus vond je dit een leuke video, kan je even liken of abonneren. En ik wil binnenkort een keer dagelijks vloggen. Maar ik weet niet precies hoe ik dat ga doen. Ik doe ook gamevideo's upload. Maar dat zie ik allemaal wel. Dus hierbij zeg ik nog maar één ding. En dat is later. Ik heb mijn nek verbrand. Oh mijn god.